en welkom in SeaWorld hier in het zuiden van Californië. SeaWorld San Diego bezoek ik vandaag voor de tweede keer. De laatste keer was in 2017. Toen hadden ze slechts 2 achtbanen. Vandaag de dag hebben ze er 6. Het park heeft flink uitgebreid met bijvoorbeeld een nieuwe Intamin Straddle Coaster dit jaar. Een B&M Dive Coaster. Dus zat om te ontdekken hier vandaag. Lekker lange leuk baantje. Wel een leuk baanverloop trouwens hierachter. Ja, hij is leuk. Hij is leuk. Ja. Emperor is een hele toffe B&M dive coaster met mooie treinen zoals Valkyria en Liseberg heeft. Met dezelfde beugels als Phoenix en Toverland. Het is wel de meest kale B&M die ik zo'n beetje ken hoor. Oh, dat ding staat op een zandvlakte. Het station heeft niet eens een dakje. En zelfs de schaduwschermen zitten er gat in. Nee, het is qua teaming hebben ze hier zeer, zeer, zeer duidelijk bezuinigd. Dat is zeer spijtig. Het is echt een hele, hele kale achtbaan. En dat terwijl SeaWorld meestal toch wel wat leuke thematiseerde op de baan neerzet. Dus ja, het uitzicht is wel erg mooi over de complete baai hier in San Diego. Tijd voor Arctic Rescue. In het gebouw van Arctic Rescue zat eerst Wild Arctic. Dat was een simulator met ijsberen. En nu is het een Intamin Straddle Coaster. De nieuwe achtbaan is een paar weken geleden opengegaan, Arctic Rescue. Het station van Arctic Rescue is gebouwd in een van de baaien van de oude simulatorattractie. Dat zie je goed. Best wel mooi hergebruik van het oude gebouw hebben ze hier gedaan. Ook een best mooi station met al die lichte effecten hier op het plafond. Dan ja, hierachter is het een beetje kaal en lelijk, maar goed. Is een prima familieachtbaantje, eerlijk gezegd. Zoevelen is wel echt een heel stuk beter hoor. Die andere Intamin Straddle Coasters in Europa of de baan van de bal. Maar deze mag er zeker wezen, een leuk familieachtbaantje. Hopefully we have energy efficient light bulbs all over the park.
voor Manta, wat hier geen B&M Flying Coaster is, zoals in Orlando, maar een Mack Launch Coaster. Wel een familievariant die niet over de kop gaat. Ik kan me herinneren dat het een erg leuke baan was. Thank you.
wat zullen we hier eens over zeggen? Het is wel een geestig ding als die eenmaal gaat, maar het opstarten duurt wel heel erg lang voordat je eenmaal een beetje gang hebt. En daarna is hij ook alweer heel snel voorbij. Leuk concept, nieuw, anders. Maar er hoeven voor mij niet per se nog veel meer gebouwd te worden. Nou, dat was een prima ritje hier in Tidal Twister. Alleen, we mogen er niet uit, want dat ding heeft wederom storing. Hij had net een lange storing en nu dus weer. Dus wij zitten hier nu al een tijdje vast. Hij heeft één ritje gemaakt, daarin zaten wij en nu heeft hij alweer storing. Ja, leuk concept, technische uitvoering, belabberd. Het park heeft ook een grote Rapid River, maar gezien dat Amerikaanse rapids altijd zeer nat zijn, gaan we die deze keer denk ik lekker overslaan. En are mainly used for steering and stopping. Pectoral flippers have 5 bony digits inside them, just like the human hand. Hallo. Whistles to socialize. Is helaas vandaag gesloten voor de onderhoudsperiode. Jammer, dat wisten we niet van tevoren. Is toch zonde. Jammer dat ze dat midden in het hoogseizoen doen. Wat wel open is, is Journey to Atlantis, de Mack watercoaster. Thank you.
Was nog een leuke watercoaster en ik moet wel zeggen, het complete achtbaanaanbod van het park, dat was erg goed. Sowieso was het een erg compleet SeaWorld park voor een SeaWorld park. Het heeft natuurlijk heel veel zeedieren, verschillende presentaties met dieren en ja, een veel grotere collectie achtbanen dan mijn laatste bezoek. Ze hadden er maar liefst 4 bij gebouwd. Helaas was wel 1 achtbaan dicht. We hebben Electric Eel niet kunnen doen, dat vind ik toch wel jammer, maar ja, die Premier Skyrockets die heb ik vaker gedaan gelukkig. En we gaan er zelfs nog eentje doen later deze reis. SeaWorld is wel een duur park. Het is niet goedkoop. We hebben vandaag toch ruim $90 per persoon betaald. En er kwam nog een parkeerticket bij van $35. Het is best wel duur voor wat het is. Dat is wel mijn enige punt dat ik denk van nou, dat is niet zo best. Ze vragen om prijzen die Disney bijna ook vragen. En dat, ja, dat is het nou ook weer niet waard. Dus als je het iets slimmer doen dan wij, want wij moesten in een weekenddag en we hadden geen combi-tickets of dingen dergelijke. En dan kan het wel wat goedkoper. Als je een doordeweekse dag ging, dan was het $60. Nou, dat vind ik al een veel schappelijkere prijs. En je kan het ook in diverse combi-passen doen hier in de regio, bijvoorbeeld met de San Diego Zoo. Voor nu was dit een heel leuk bezoek en heb ik het goed naar mijn zin gehad. Hier vanuit SeaWorld San Diego wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet de Theme Park Adventure Stories podcast te luisteren, ook over deze reis. En dan zie ik jullie de volgende keer, hè.